Een jaartje terug was het Nacon die ineens het hele PlayStation-landschap veroverde met de Revolution Pro Controller. Een revolutie en een Pro Controller. En Sony doet dat zelf niet. Dus het was in één keer Nacon en Razer die daar stonden met van... Hey, wij hebben e-sports controllers. Nou ja, die Razer Raiju die hebben we ook behandeld in Games of Gear. Dat was een beetje moi. Maar de Nacon heeft het fantastisch gedaan. De Revolution, de eerste Revolution, fantastisch gedaan. En toen had Nacon zoiets van... Hey, weet je wat? Daar gaan we even lekker op focussen. We zijn maar een klein bedrijf. We hebben nu een grote hit. We gaan meteen hierop meer toespitsen. Dus nu is ook de Nacon Revolution Pro Controller 2, een feit. Daniel, wederom ermee aan de slag gegaan. Ik bedoel, hij heeft ook de eerste behandeld en unboxed en alles. Dus bij deze, wat is er allemaal nieuw met dit tweede model? Het design is echt precies hetzelfde. Ja, dus letterlijk. Nee, er zijn wel een aantal hele goede verbeteringen, zoals de aansluiting. Er zit nog steeds een 3 meter lange kabel, want je moet nog steeds met een kabel gamen. Ja, tuurlijk. Voor de beste respons natuurlijk, of eigenlijk gewoon geen vertraging. De minste latency. Precies. Maar de aansluiting is veranderd. Voorheen was het een soort van draaimechanisme met allemaal van die fragiele pinnetjes. Een beetje een S-video. Ja, een S-video kabel met een soort van ring eraan. En dan stond erop van duw hem erin en draai. En toen ging een skartkabel. Ja, het was een soort van skart inderdaad, een ronde skart. Maar ik heb toen met de gasten van Nacon gesproken. En wat zij zeiden, dat is wel heel grappig. Ze zeiden van je moet hem erin plukken en draaien. Je moet die ring draaien. Maar wat heel veel mensen deden, was ze deden hem erin en draaiden de hele kabel. Dus dan draai je al die fragiele pinnetjes om. Ja. Klaar is je controle die je dan niet meer kan gebruiken. Ja. Dus ook zij hadden zoiets van... Daar hebben ze van geleerd. Dus hebben ze een USB-C aansluiting gemaakt. Jee. Simpel, bijna elke telefoon of bijna elk apparaat heeft het tegenwoordig wel. Tegenwoordig wel. 2 jaar te laat maar. Kijk, hij zit natuurlijk iets min... Ja, hij zit eigenlijk best wel strak. Je jenkt hem maar niet zo hard. Nee, precies. Dus het is echt een verbetering ten opzichte van de eerste controller. Daarnaast is... ook de linkerstick nu te tweaken. Ja, bij de eerste controller was alleen de rechterstick volledig te tweaken met... Dead zones en de responsibility en zo. Ja, maar nu is dus ook de linker en daar is de software ook op aangepast, want er is totaal nieuwe software. En nu kun je dus de linkerstick ook helemaal tweaken naar je eigen... Wel jammer dat ze dan niet ook zo'n ringetje eromheen hebben gedaan. Want ik vind dat lichtringetje zegt echt zo... Want dat was natuurlijk het ding met de eerste. Die lichtring zat eromheen van dit is degene die je kan tweaken. En nu kun je ze allebei tweaken, maar... Weet je wel, het is nog steeds één stick met het Nacon logo erop en één gewoon een beetje reguliere stick. Maar ja, dus is die nou ook tweakbaar? Ik heb bijna het idee dat ze echt alleen maar de software hebben toegevoegd en dat het eigenlijk bij de eerste ook al kon. Ja. Want het voelt nu echt alsof van, oh ja, we hebben gewoon even wat software toegevoegd. Die software is wel een heel stuk mooier geworden, allereerst. Want die software van de eerste Nacon was een beetje, het zag er niet heel verzorgd uit. Nee, klopt. Hij werkt nu ook op Mac. Ja. Maar wat wel opvallend is, dat ze een aantal dingen uit de software ook weer hebben gesloopt. Want de software is een heel stuk fijner en intuïtiever geworden, maar er zitten geen macro's meer in. En dat vind ik wel opvallend, dat ze nou de macro's eruit hebben gehaald, want dat zeiden wij ook al met de eerste Nacon Revolution controller. Dat je daarmee eigenlijk, je kon al hele combo's voor je fighters instellen en dan gewoon die macro activeren. En dan deed die macro die hele combo in die fighter. Ja, en dat hebben ze nu eruit gehaald, want het is een pro controller, eigenlijk moet een pro natuurlijk geen macro's gebruiken. Ja. Het is wel jammer voor de mensen die hem zeg maar casual gebruiken. Dat die nou niet meer dingetjes in kunnen stellen van ik wil als ik op die extra toets druk dat er dan 26 andere toetsen achteraan komen. Dat is dan niet. Precies. Dat is inderdaad een ding. Hij is wel verzwakt. Verder heb je de hoe heet dat? De D-pad, die kun je instellen in 4 directions of 8. Ja, dus de body is eigenlijk gewoon bijna hetzelfde. Ja, buiten dat natuurlijk weer de triggers kun je gewoon weer de dead zones tweaken. Het linkerpookje kun je natuurlijk volledig aanpassen en de kabel. Maar ja, verder is het eigenlijk gewoon de eerste controle. Ja, behalve de prijs dan. Want de prijs is dus wel gewoon mooi, wat is het, een tientje of 20 euro duurder? Ja, een tientje duurder. Ja, want de vorige ging dus op de kop voor ongeveer 100-110 en nu is het dus 120. Ja. Ja, oké. Dus dat vind ik dan wel weer opvallend. Dat ze dan eigenlijk fysiek zoveel mogelijk hetzelfde laten. Ze passen wat dingen een beetje mooi aan met de software en zo. Dus een tientje erbij. Wat dan nobeler was geweest, is dan om te zeggen van deze kost nu de prijs zoals de eerste Revolution kostte. En die Revolution gaat nou omlaag in prijs. Ja. Maar Nacon heeft zoiets van, we hebben nu een hitje. We gaan sell out. Ja. We gaan commercial. Nou ja, kijk, dat vind ik... Dat...
als je deze dan ziet, dan voelt de eerste controller een beetje als een prototype. Want ja, ik heb zoiets van, volgens mij hebben ze niet zo heel goed nagedacht over de aansluiting. waarom opeens nu wel de linkerstick en bij de eerste niet? Ja, wat je zei is volgens mij waar. Dat de linkerstick was tweakbaar, maar ze hadden dat in de software gewoon niet zo gedaan. Ja, dat idee heb ik dus ook. Want ja, of ze hebben aan de binnenkant echt nog een beetje gesleuteld. Maar ja, weet je, er zit ook geen lampje bij de linker... Stik! Godverke... Ja, er zit ook geen lichtje om de linkerstick en ja, het voelt een beetje alsof ze echt net te weinig hebben getweakt. Alsof dit zeg maar de eerste controller had moeten zijn. Ja, maar dan alsnog, ze zijn nu basically de enige alleenheersers op het gebied van pro-controllers voor de PlayStation 4. Ja. Razer heeft zich een beetje teruggetrokken. Ik bedoel, de Raiju deed het niet zo goed. Dit is nu het nieuwe model, het betere model zoals je al zegt van de eerste Nacon. En dat was gewoon marktleider als het aankomt op ik wil een fatsoenlijke, betaalbare, maar wel uitgebreidere controller dan die PlayStation 4 DualShock 4. Ja, dus klopt. Wat dat betreft, het is nog steeds je go-to controller, maar ze zijn wel heel erg op dezelfde toer nou. Ja, dus ik vraag me af of ze volgend jaar dan weer met een derde aankomen, want dan moeten ze wel echt veel meer inspelen op ook een beetje het uiterlijk, denk ik. Dat ze inderdaad een lichtje in de linkerstick maken en dat ze gewoon ja, net wat meer weer eruit springen, dat het niet weer een soort van kleine upgrade is op de vorige. Iets meer klasse zou ik ook wel fijn vinden, want je hebt natuurlijk die gewichtjes die je aan kan passen, net als in het eerste model. Ik vind die een beetje, dat is plastic met een plastic sleuteltje. Ja. Ik heb het idee dat heel snel kan gaan verbuigen en het voelt niet zo heel degelijk. Kijk, ik heb deze natuurlijk nog niet zo heel vaak gebruikt, dus hij is niet zo gehavend. Maar inderdaad, ik heb ook de eerste controle en die heb ik een aantal keer aangepast qua gewichtjes en dat ding is helemaal verbogen. Ja, binnen de kortste keren breekt dat waarschijnlijk af. Dus dan is het gewicht permanent ineens. Ja, precies. Dan kun je dat niet meer aanpassen. Dit voelt wat steviger, maar ja, het blijft een klein puntje. Dus ik heb zoiets van... Dat zijn van die dingetjes... Weet je, maakt dat... Weet ik veel, maak dat metaal. Maak het robuuster, want... Go, ja. Weet je wel, als je dan toch voor een iets duurder prijsje gaat, zeg dan go all the way en maak het koolstofvezel of zo. Van superlicht, maar super stevig. Dat is het. Bij deze, het voelt iets sterker, maar... Ja, als het ook na een aantal keer begint te verbuigen... Dat is niet iets waar je 110 euro voor wil. Nee, 120 precies, euro. Nee, daarom. Kijk, de controle kan dan inderdaad wel kwaliteit zijn, maar als dan die kleine dingetjes een beetje... Ja, zo goedkoop aanvoelen, dan denk je, ja, betaal ik hier nou inderdaad dat geld voor? Nou, trouwens, ik zit wel te denken, je kreeg er toch een doekje bij? Dat doekje is wel heel high-tech. Ja, dat wel, als je je vette klauwen weg wil. Dat is wel netjes, dat is dan een microvezel doekje erbij. Ja. Oké, dat is dan wel de klasse. Maar ja, ik ben benieuwd wat mensen ervan gaan vinden, dat dit eigenlijk best wel hetzelfde is als het eerste model, maar dan een tientje erop. Ja, als je hem echt meer op PC wil gebruiken, is dit ook je go-to natuurlijk. Ja, zeker. Nou ja, kijk, als je hem nog niet had en was je op zoek naar een pro-controller, ja, dan ga je uiteraard voor deze, ook al is hij alleen nog maar in het zwart. Kijk, de eerste is natuurlijk in verschillende kleurtjes en zo. Goud. Bijvoorbeeld, ja, het zijn wel echt sikke kleuren dat ik echt dacht van oké, deze wil ik. Ja, roodblauw, felle kleuren, camo en zo hebben ze nou ook. Dat, ik neem aan dat ze dat ook wel met dit model gaan doen. Dat zit er een tijd aan te komen. Natuurlijk, maar kijk, als je echt van de kleurtjes bent en je hebt niet per se een controller nodig, wacht dan nog even. Ja. Maar wil je echt specifiek een kleurtje, ja, dan moet je de eerste kopen. En anders, als het je niks uitmaakt, dan zou ik echt voor deze gaan. Want dit is wel de verbeterde versie ten opzichte van de eerste. Het zijn misschien wat kleine tweaks. Bij het volgende model mogen ze daar echt veel meer op inspelen. Meer lichtjes. Ja, meer duidelijkheid inderdaad, want ik vraag me af hoeveel mensen nu weten dat ook de linkerstick is. Ja, dat is de tweak. Ook de doosje is relatief hetzelfde gebleven, het logo is relatief hetzelfde gebleven. Dus ik denk dat ook heel veel, wat meer casual gamer loopt de mediamarkt in en die gaat het verschil niet zien of doorhebben dat het überhaupt alweer een tweede editie is natuurlijk. Nee, precies. Nou oké, dat is dan misschien iets wat Nacon mee kan nemen voor de Nacon Revolution Pro Controller 3. We zien het volgend jaar wel weer, maar ik ben heel benieuwd wat mensen hiervan vinden. Dus laat het weten in de comments. Dit was Gamers en Gear. Er komt ook nog een geschreven review natuurlijk van de Nacon Revolution Pro Controller 2. Heb je vragen of andere opmerkingen? Laat het weten in de comments. En dit was het voor Gamers en Gear. Dinsdag, elke dinsdag. Gamersnet.nl. De nieuwste tech, gadgets, hardware, controllers. Cheers. Cheers. Daniel. Tom. Nacon. Kijker. Controller. Kijker. Jij. Jij? Wauw! We kijken door je ziel. Wow. Elke dinsdag. Elke dinsdag kijken we door je ziel.